Hoi en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal Tijdreis TV. Voor degene die mij niet kent, mijn naam is Marije Groenendaal en ik ben geschiedenisdocente in Sneek. We zijn weer begonnen met het nieuwe schooljaar en dat betekent dat in veel geschiedenislessen wordt gestart met de eerste periode, namelijk de prehistorie. In deze video ga ik jullie 10 verschillende feitjes geven over deze grootste en langste periode uit onze geschiedenis. Ik hoop dat ik je 10 dingen ga vertellen die je nog niet wist. En ik denk dat ze niet in je geschiedenisboeken staan. Dus kijk vooral mee. De prehistorie eindigt niet overal ter wereld op hetzelfde moment. Officieel eindigt de prehistorie namelijk op het moment dat we geschreven bronnen hebben. Teksten. Daarvoor moeten mensen dus kunnen schrijven en lezen en dat kan niet overal iedereen op hetzelfde moment op de wereld. Op zich ook best wel logisch. Daarom eindigt de prehistorie in Griekenland bijvoorbeeld veel eerder dan bij ons hier in Nederland. De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud, maar mensen leven pas op aarde zo'n 190.000 jaar. Is nog steeds super lang natuurlijk, maar veel korter dan dat de aarde eigenlijk bestaat. In de geschiedenislessen houden we de evolutietheorie aan. Als je daar nou een keer een video over wil zien, laat me dat vooral even in de comments weten. De eerste mensen leefden in Afrika en zijn vanuit daar over de wereld verspreid. Dat staat vaak wel in de meeste geschiedenisboeken. Ze zijn lopend gegaan in de eerste stukken, maar op een duur zijn ze ook wel via het water gegaan. Hadden ze zelfs scheepjes of kano's gebouwd. Sommige plekken wat nu onder water staat, was in die periode nog land. Dus dan konden ze makkelijker verspreiden van werelddelen. Dat ging natuurlijk niet in een paar jaar tijd, daar gingen een honderden, misschien wel duizenden jaren overheen. Dinosaurussen en mensen hebben nooit op hetzelfde moment op de aarde gelopen. Dinosaurussen leefden in de periode die we het Mesozoïcum noemen. Tijdens het Mesozoïcum bestond de aarde uit één groot supercontinent, Pangea noemden we dat. Tijdens die periode was er een gigantische meteorieteninslag. Dat is in het gebied wat nu Mexico is. Daarmee stierven de dinosaurussen waarschijnlijk uit. Mensen kwamen pas een paar miljoen jaar later. Nou, we gaan even door met de mensen. En dan met de kleinste mensen, baby's. Baby's kregen in oudheid ook al flesvoeding. En dan natuurlijk niet de poedermelk zoals je dat nu kunt halen in de supermarkt, maar van dieren. Er zijn bronnen gevonden, archeologische vondsten, waarin eigenlijk een soort flesjes gevormd waren van aardewerk en daarin hebben ze sporen gevonden van dierlijke melkproducten. Welke dieren dat precies waren, dat kunnen we niet achterhalen, maar denk aan koeienmelk of geitenmelk. Iets van dat soort producten zullen erin hebben gezeten en daarmee kregen baby's dan drinken nadat er een borstvoedingsperiode was gestopt. De oudst gevonden flesjes stammen uit de periode van ongeveer 5500 tot 4800 voor Christus. Dat is dus ruim 7000 jaar geleden. Die werden ook best dichtbij gevonden, namelijk hier in het buurland, in Duitsland. Neandertalers, de mensachtigen voor de Homo sapiens die het meest op ons lijkt, maakten ook al muziek. Archeologen hebben de afgelopen jaren meerdere fluiten gevonden. Maar in 1995 werd wel een heel bijzonder exemplaar gevonden. In 1995 werd er in een grot in Slovenië een fluitje gevonden van ongeveer 11,5 centimeter lang, had 4 gaatjes en was gemaakt van het bovenbeen van het dijbeen van een jonge holenbeer. Uit onderzoek van de grond omheen bleek dat dat fluitje ongeveer 55.000 jaar oud is. Dat maakt het dus het oudste muziekinstrument dat ooit gevonden is. Je kunt het muziekinstrument vinden in het museum in Slovenië. Zoals ik al eerder zei, hebben we het bij de prehistorie over de periode waarin we nog geen geschreven bronnen hebben. Dat maakt dus ook dat we heel veel nog niet zeker weten. Al onze informatie houden we uit tekeningen, uit archeologische vondsten zoals dinosaurusbotten. En we doen ook veel experimenteel onderzoek. Dus dan proberen ze bijvoorbeeld bevolkingsgroepen na te spelen en dan gaan ze kijken of het klopt met wat ze gevonden hebben in de grond. Daarom is het ook een beetje gokken bij bepaalde vondsten wat ze betekend hebben of waarvoor ze dienden. Een mooi voorbeeld van iets waarvan we niet helemaal zeker weten waarvoor het diende zijn de steencirkels die op verschillende plekken in de wereld gevonden zijn, zoals Stonehenge in het zuiden van Engeland. Uit onderzoek blijkt dat de meeste steencirkels iets te maken hebben met de stand van de maan en er zijn vaak sporen gevonden van rituelen, dus bijvoorbeeld bepaalde feestdagen en crematies, maar we weten niet helemaal zeker waarvoor het nou eigenlijk diende. Die steencirkels zijn super groot en zwaar, dus het duurde soms jaren voordat het klaar was. Het was dus wel erg belangrijk. Maar waarom precies, dat weten we nog niet zeker. In het oude Egypte hadden katten een hele bijzondere plek in de samenleving. Ze waren heilig en stonden voor vruchtbaarheid. Op het doden of het mishandelen van een kat stond ook een hele zware straf.
Sommige tempels hadden ook een soort huiskat, een tempelkat. Die werden dan verzorgd door de priesters die daar ook wonen. In de middeleeuwen komen de katten er iets slechter vanaf. Ze worden als kwaadaardig gezien, ze stonden in contact met kwade geesten en ze waren betrokken bij hekserij. In de 14e eeuw werden zelfs massaal katten verbrand en gedood. Zullen ze later spijt van hebben gehad, want katten jagen natuurlijk vaak ook op ongedierte. Denk ook aan muizen en ratten. En laten die ratten nou net in deze periode een zeer besmettelijke ziekte bij zich dragen? De pest. Daar overlijdt bijna 1/3 van de gehele Europese bevolking aan. Ze zullen toch waarschijnlijk achteraf liever hebben gehad dat die katten er nog waren om op die ratten te hebben gejaagd. Je zou denken dat schaatsen zou zijn uitgevonden door de Nederlanders. Zo goed zijn wij erin. Niets is minder waar. In Finland werden schaatsen gevonden door archeologen van zo'n 5000 jaar oud. Van botten van dieren werden een soort ijzers gesleept. Die werden dan onder de voeten gebonden en die dienen als vervoersmiddel. Zo kon je je makkelijker verplaatsen over het ijs. Op zich ook wel logisch als je bedenkt dat het daar gevonden is. Finland is natuurlijk helemaal in die periode erg koud, bestaat voor veel grote oppervlakten uit ijs en dan kun je je makkelijker verplaatsen. Het wordt dus gezien als een soort vervoersmiddel. Het is niet meer een sport of een vrije tijdsbesteding zoals nu. Deze eerste schaatsen werden glissers genoemd. Wist je trouwens dat er voor de Elfstedentocht ook een 12-stedentocht werd gehouden? Dat was in Noord-Holland en werd gedaan in 1676-1677 in die winter. 70.000 jaar geleden vond er een mega kolossale eruptie plaats. Nee, dat is niet een term die ik zelf bedacht heb, die bestaat. Je hebt eigenlijk vulkaanuitbarstingen tussen de 1 en de 10 en deze zat op een 8. De vulkaan die tot uitbarsting kwam was een zogeheten supervulkaan. Hij heette Toba, lag op het eiland Sumatra in Indonesië en bestaat inmiddels niet meer. Over een heel groot deel van Zuidoost-Azië, dus niet alleen Indonesië, maar ook landen eromheen, kwam een gigantisch dikke laag met as te liggen. En ruim zes jaar lang, was er geen zonneschijn te zien. Die wolken die uit die vulkaan waren gekomen, die hielden al het zonlicht tegen. Door het gebrek aan zonlicht daalde de temperatuur op sommige plekken met wel 20 graden gedurende het hele jaar. En bijna was de mensheid hierdoor uitgestorven. Er wonen nu zo'n 7 miljard mensen op aarde. In die periode, waarschijnlijk volgens onderzoek, nog maar een paar duizend. Gelukkig hebben ze het overleefd en hebben ze weten om te gaan met deze omstandigheden. En zijn wij er allemaal vandaag de dag. Vroeger dachten mensen dat hunebedden gemaakt werden door reuzen. Hunen is namelijk het oud-Nederlandse woord voor reus. Zij dachten dus echt daadwerkelijk dat hunebedden bedden voor hunen voor reuzen waren. Zij sliepen daarop, want wie kon anders zulke grote stenen makkelijk optillen en verplaatsen? Dat moesten toch wel reuzen zijn geweest? Inmiddels weten we wel beter. Zo'n 5000 jaar geleden kwamen de eerste boeren in Drenthe wonen en zij wisten door middel van mooie bijzondere technieken deze hunebedden te maken. Het zijn plekken waar rituelen werden gehouden, waar offers werden gehouden en waar grafrituelen waren. Oftewel, mensen werden daar begraven. Wist je trouwens dat je hunebed ranger kunt worden? Superleuk om dat even uit te zoeken. In de beschrijving heb ik een linkje staan naar de website van het hunebedcentrum. En daar staat precies hoe en wat. En zij leggen je dan bijvoorbeeld uit hoe je bepaalde experimenten thuis kunt proberen die ze in de oudheid ook al deden. Dit waren 10 feitjes over de prehistorie, maar er is natuurlijk nog veel meer te weten over deze oudste periode van onze geschiedenis. Vond je dit nou een leuke video en wil je meer van dit soort feitjes weten? Geef dan even een blauw duimpje omhoog bij deze video. Abonneer je als je dat niet gedaan hebt, dan mis je geen enkele video, want er gaan weer veel meer komen. Ook met vlogs over mijn leven als docent. En denk je nou, daar wil ik alvast wat meer van zien? Volg me dan ook even op Instagram. Dat is @tijdreistv, net als mijn YouTube kanaal. Dan mis je echt helemaal niks. Bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende video. Doei!